Nou, we gaan vandaag is mijn eerste vlogdag. Dat is wel grappig. Ik zal even kijken hoe alles goed werkt, zeg maar. Want het is voor mij ook voor het eerst dat ik dit doe. We gaan Indisch eten bereiden. Dat betekent niet zelf hebben gemaakt. We hebben natuurlijk bij de toko gehaald. En wat doe je dan bij de toko? Dan haal je het eten en dan ga je het bereiden. Maar ja, dat betekent gewoon opwarmen. Heel simpel. Nou goed, ik zal even kijken. Ik zal even de camera draaien, dan kunnen jullie het allemaal goed zien. Even kijken, zo. Nou ja, dit is de rijst, zeg maar. Die heb ik al in het pannetje gedaan. Dus dat is een stoompannetje. Met hieronder zie je water. En dan kun je met stoom, dan bereid je dat voor. En dan wordt dit lekker warm. Je ziet hier al, heb ik verschillende bakjes. Met vlees. Ik zal even openmaken. Zie je dat? Dat is rendang. Hier is smoor. Even kijken. Zo, dat is smoor. Lekker Indisch eten. Hier hebben we kip. Nou ja, dat moet ik maar even straks openmaken, denk ik. Want dat is heel lastig om open te maken. Oh, dat gaat toch wel. Ja. Dit is de kip. Och, dat ziet er weer. Och, dat, als jullie eens een keer konden ruiken. Dit ruikt echt zo lekker. Fantastisch. Dit zijn drie gerechten. Nou ja, dan kom je nog bij één gerecht. En dat is. En dat is mijn favoriet. Dat is met patébonen. Nou, als jullie niet weten wat patébonen zijn. Patébonen noemen ze ook wel stinky beans. Dat zijn. Ja, ik even kijken. Misschien kun je het zien. Even kijken. Daar zie je er eentje, hier zie je er eentje, en hier ook, die zien daar zo uit. Dit zijn patébonen en die stinken heel erg. Dus, dan gaan we weer even denken, zo, en dan doen we dat allemaal daar. Dat zijn vier gerechtjes. En die vier gerechtjes, die moeten natuurlijk een pannetje hebben. Nou, gaan we eens even een pannetje zoeken. Even kijken. Hier heb ik twee kleine pannetjes. Zo. Dat is één pannetje. En dan komt hier het volgende pannetje. Dat is de smoor. Even denken, ja, moet ik nog eigenlijk nog een pannetje hebben. Eens even kijken hoor. Dit zijn allemaal grote pannen. Nou, dan moet ik straks maar even een ander pannetje pakken. Even denken hoor. Even kijken. Nou, je ziet het. Ik heb weer een pannetje gevonden. Dus ik heb 1, 2, 3, 4. En dat is dan de pannetje 5. Wat doen we hierin? Hier gaat de kip in. Dus die pak ik heel even beet. En dat gooi ik in dit pannetje, de kip. Nou, dat ziet er ook weer goed uit. Dan heb ik al die bakjes natuurlijk over. En even kijken, nou ja, dat moet ik maar later gaan doen. Dan heb ik hier een deksel van de kip. En zo ziet het er dan uit. Dus mijn bereiding voor het Indische eten. Niet echt heel spannend, maar wel heel leuk om te doen. Even kijken, nou hier ben ik weer even in beeld. Als het goed is, ja. En even kijken, zo. Dan zie je me weer wat beter. Dus dat betekent dat ik straks die pannetjes ga opwarmen en uiteindelijk heerlijk ga koken. Maar ja, koken betekent voor mij opwarmen. Maar wij kunnen dat zelf ook hoor. Brigitte, dat is mijn vrouw, en ik kunnen echt fantastisch koken. Maar nooit zo goed als natuurlijk echt de toko kan. Maar we gaan het zien.